Hallo, ik ben Kenji, hosten. Ik ben Lino. Ik ben Dilara Malsikan. Ik ben Akram. Ik ben Vanessa. Ik ben Stijn. Mijn naam is Francis Oesu. Mijn naam is Junior. Ik ben Orbay. Alaoukian is een reizende kunstenaar, een nomadische kunstenaar, dus zij trekt al vanaf de jaren 70 door de wereld en ze is enerzijds heel sterk geïnteresseerd door steden en stedelijkheid en de manier waarop mensen in steden leven. Gent is, although it is not so well known, it is the center from where the industrial revolution, world capitalism, as well as world socialism, flowed into Europe. So Ghent is a very important city, but it is now not so well known all of its past. And I think that these young people should come and learn more about where they come from. They should more link with their identity, and they should more smell what is happening in the world today, in a positive manner. Alaoukian is heel sterk gefascineerd door de bijenmaatschappij, omdat het voor haar een voorbeeld is van een complexe sociale structuur, waar je enerzijds een democratie terugvindt, waar de bijen dan onder elkaar bij wijze van spreken afspreken en heel nauw en efficiënt gaan samenwerken. Tegelijkertijd is het ook een autocratie, want je hebt de bijenkoningin die de bijenkolonie leidt. Op een zeer autocratische manier. Oh ja, dat is nog. Daar zit honing in. Ik heb voor Lasse gekozen. Ten eerste al omdat mij dat een beetje aanstaat. Ik heb dat geprobeerd en ik kreeg direct al complimentjes van je doet dat wel heel goed en zo. En wel, als ik dat goed kan doen, zou ik daar graag beter in willen worden uiteindelijk. Ik doe opleiding tegelzetter en ik heb dat gedaan omdat dat mij leuk leek. Dat is met de scheiding. Dat uw haar in twee gescheiden is en zuiver is. Eigenlijk, ik kan niet veel uitleggen over kapster. Jullie zien hoe het is. Het is eigenlijk moeilijk. Het is niet zo gemakkelijk. Alles bijna alle producten onthouden. Wat voor wat en wat niet. Ik kan met iets bezig zijn. En ik vind het mooi om mensen mooi te maken. Hallo, ik ben Akram. Ik ben 16 jaar en ik volg kapper op school CLW. En ik heb 7 zussen. En ik heb 1 broer. 1 broer maar, ik en nog 1 broer. En 7 zussen. Zeg je dat? 2 zussen in mijn land, Palestina. En hier 5 zussen. Hier is een beetje leuker en een beetje mooier. Geen oorlog. Hier, we hebben alles. Ja. Ik heb al die shit gezien, bomen, bomben en zo. Bloed, kogels, zeg maar. Ik kom als kwaliteitspapier voor je. Lekkertjes. Een beetje buikkrampen. Voor u is dat 500 euro. Oho, dat cash of met de bankcontact? Cash. Goeiedag. Fijne dag. Ik ben Orbay. Ik ben 16 jaar. Ik doe winkelbediende. Mijn certificaat van winkelbediende halen, mevrouw. Ah ja, een fotootje, mevrouw. Kijk, een fotootje. Trek foto van me. Allah, time, mooi. Trek foto. Ik ben Stijn. Ik doe als opleiding fietsenmaker. Ik doe fiets als mijn hulp.
job. En ik ben 19 jaar. Ik kom uit Nigeria en ik doe hout. Ik kan niet om mijzelf zo te zeggen zo van, ja, ik ben goed en zo, maar eens wat ik wel zeker vind van mezelf, dat ik super snel ben. Ja, maar super snel, ik kan hoog springen. Ja, dat is eigenlijk goed aan de spits te zijn. Jouw droom is om voetballer te worden? Ja, eigenlijk is mijn droom om voetballer te worden. Om profvoetballer. Ja, hier in België zo kan ook. Roda's kan ook. Mijn droomjob is professioneel voetballer. Waarom? Omdat dat veel geld verdient. Toevallig langs en helpt de fietser en, ja, en dan gaan ze samen naar het atelier voor zijn fiets te maken en dan maakt de fietsenmaker de fiets met zijn schroevendraaier en dan is de fiets gemaakt. Mijn droomjob is, ik weet niet, brommers maken of automechanica, gewoon iets waarmee ik met mijn handen kan werken. En moest je de lotto winnen, wat zou je daarmee doen? Investeren en een auto kopen. En eigenlijk wel geld voetballen. Ja. Is er nog iets belangrijker in je leven? Iets belangrijk. Ja, toch, kijk, hij ziet het door leven, meneer, kijk, hij is. En dat geniet je wel. Familie of zo. Ja, familie, ja toch. En rustig in huis. Met familie. Maar is dat interessant om langs deze kant je geld van je vrouw op te zetten?
En dan langs de andere kant bijvoorbeeld andere dingen die je belangrijk vindt. Dat is een beetje afweeg van dat. Hoewel zien dat het een evenwicht blijft. Ja. Ik ben hier. Ik heb veel aan mijn hoofd. Dus dat start dus begin. Eerst studeer ik af van school. Dan heb ik iets in mijn hoofd. Mijn droom. Dan ben ik al bezig met mijn plannen. Tweede stap. Dus tweede stap ga ik al voor de eerste keer zingen. Dus je vliegt naar je droomlijn of zo. Ja, dus ik vlieg naar mijn droom. Mijn droomjob is verpleegster. Ik wil graag ook mijn diploma in deeltijd halen voor mijn toekomst. Toen ik in Afrika was, in Ghana, was ik echt niet geïnteresseerd in voetbal. Maar toen ik hier was, ben ik pas begonnen te voetballen. Want in Ghana voetbal is ook veel, hè? Ja, voetbal ook veel, maar daar was ik niet echt, zelf niet goed. Ik was niet goed. Hmm. En hier door pleintjes, elke dag pleintje. Geld, als ik geld heb, ik kan alles doen wat ik wil. Geld, we doen alles voor geld. Toch, alles wat wij doen is allemaal voor geld, toch? Dus dat wordt haar hoofd, hè? Haar foto. Schoon, hè? Ja. En als je er dat kan bijzingen of vertellen wat jouw verhaal is. Eddie gaat gaan werken en ondertussen komt zijn aardseante Freddy. En Freddy stuurt een robot, dat is de aardseante Freddy, en Freddy stuurt een robot naar Eddie. Die robot pakt de truweel af van Eddie en Eddie wordt gewoon boos. Echt boos. En Eddie wint het gevecht. En wordt vervolgd. En krijgt zijn truweel terug, hè? Maar ja, dat zie je in de. Mijn droom is ook eigenlijk waarom ik een voetballer wil worden. Ik weet niet waarom, maar dat is mijn hobby sinds klein. En wanneer ik een miljonair ben, of gewoon dat ik tegen mijn ouders zeg, stop met werken, ik geef jullie automatisch geld.
vriendschap brengt je nu tot toekomst. Hè? Mijn vriendschap kan geen, moet ik zeggen, geen geld verdienen. Hè? Hij geen werk verdienen. Niks. Mijn vriendschap geen. En vind je liefde belangrijk? Ik weet niet, man. Nee. Liefde is ook niet belangrijk. Nee. Ja. Misschien later. Nee. Nee. Liefde. Ik wil gewoon zo populair worden, zo beroemd, zo rijk, waar ik de mensen kan helpen en zo. En ook een belangrijk persoon. Ja, voor de wereld. Niet voor één land of één persoon of zo. Gewoon voor de wereld en zo. Sen var ya sen, başımın tacı, gözümün bebeği sen. Var ya sen, aşkımın inacım, derdimin dermanı ben. Var ya ben. Bir ömür geçiren, bir asır bekleyen ben, bak ben ne halledim, yanan oldum.